This program is powered by Giant Bicycles and HDI Gerling. Ik denk dat ik een blauwe jurk ga kopen, want we hadden het weer goed, hè? Keizer Terpstra. Ja, maar het heet totale avond met Joop. Ja, het was natuurlijk wel een mooie avond. En het was ook wel leuk te zien die oudrenners. Alleen krijg je dan zelf wel het gevoel dat je ook zelf heel oud wordt, want het ging niet meer zo heel hard, de oudrenners. Maar het was wel leuk. En jij, wat vond jij van gisteravond? Ja, ik vond het een hele geslaagde avond en ik denk dat Joop goed in het zonnetje is gezet. En ja, we hebben toch weer van een icoon van de wielersport afscheid genomen. Ik vond het een hele geslaagde avond, goede sfeer. Ja, was een leuke topavond. Was je tevreden ook over de koppelkoers? De koppelkoers, ik vond zeker het slot van de koppelkoers vond ik heel mooi. Was, de laatste 10 minuten was het vrij rustig. Maar de sprint maakte heel veel goed en ja, ik heb de laatste paar jaren niet zo'n mooie slotsprint gezien. Met toch vier rappe mannen, met Keizer als winnaar. Ja, en die staan nu ook aan de leiding, dus die doen het goed. Zondagmiddag is een aparte middag. Wat verwacht je van vandaag? Nou, je geeft het zelf al een beetje aan. Zondagmiddag is een aparte middag. En gisteren vond ik het een hele zware avond om te zien. Dus ik denk dat ze aardig het vel over de been getrokken hebben. En ik denk dat vandaag een beetje de kat uit de boom gekeken gaat worden. Jouw zoon rijdt. Wordt hij net zo goed of misschien zelfs beter dan jij? Ik hoop dat hij beter wordt, want zo heel goed ben ik niet geweest. Maar nou, hij is lekker onderweg. Hij was derde vandaag, dus was wel leuk. Wat verwacht jij vandaag? Ja, het is ook net wat Danny zegt. Het was gisteravond een zware jacht. En dan kan zo'n zondagmiddag, dat kan toch ook wel heel belangrijk zijn. Want vaak zie je ook in de etappekoers de etappetjes die niet veel voorstellen, zogenaamd papier. Waar het klassement aardig overhoop geschud wordt. Dus dat zou hier ook zomaar kunnen vanmiddag. Als jij, even met wat betreft de kinderen. Als jij ziet wat hier rondrijdt, is er dan nog steeds voldoende talent in Nederland? Nou ja, dat weet ik wel zeker. Als je ziet hoeveel jeugd er op de zondagmiddag afgekomen is. Ja, dan denk ik dat dat alleen maar heel goed voor de wielersport is. En ja, dat Rabobank misschien wel eens een verkeerde keuze heeft gemaakt om hier uit te stappen. Overigens is Rabobank wel heel grote sponsor van de Jeugdtalentencup. Dus dat ja, is nog wel goed. En ja, ik vind het heel leuk dat er zoveel jeugd is. This program was powered by Giant Bicycles and HDI Gerling.